Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en we hebben nog niet zo'n plan eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat we misschien gewoon even lekker ergens een bakkie gaan drinken, want Niels wil graag wat doen. Ik dacht dat hij misschien gewoon even lekker thuis wilde zijn na al zijn activiteiten, maar dat was niet zo. Dus ik dacht dat hij misschien gewoon even thuis wilde zijn na al zijn activiteiten, maar dat was niet zo. Dus misschien dat we gewoon eventjes bijvoorbeeld naar meneer Peer of zo gaan en daar gewoon even lekker bakkie drinken. En daar hebben ze een leuk speelhoekje. Verder dit weekend hebben we het ook rustig. En we moeten natuurlijk heel veel doen voor die casa. Maar zondag gaan we met mijn nicht en de kids, zeg maar haar vriend en de kids, gaan we naar een indoor speelding. Dus dat wordt sowieso leuk. Ja, daar zien we het wel eventjes vandaag. En is even aan het poetsen. Ga je de baby verschonen? Ja, dat kan. Op tafel, ja. Dan moet je naast je zitten. Zo. Oké, ik tref nu hier iets nats aan en ik weet dus niet wat dit is. Niels heeft niet in het bed geplast, zou dit mittens zijn? Oh my god, jongens, wat is dit? Kijk, dit is er gebeurd. Kom maar, meisje. Kijk, dit lag dus in de bak. Ik denk dat ze dit er met spelen of zo op de schoonmaak zit heeft gedaan. Omdat ze de bak wilde schoonmaken, zo ik weet niet. Maar ik denk dat ze er dus niet erin kon. En ze kon het niet meer ophouden. Moppie. We zijn even bij meneer Peer. Gezellig. Kijk eens naar zijn mond. Heel goed. We staan hier even heerlijk in het zonnetje te kijken naar de singel. Niels moest namelijk nog even plassen. Het zit dus daar. Meneer Peer heet. Dat is echt heel leuk. Maar goed, Niels moest nog even plassen. En dat soort dingen, als je dus met twee bent, dan vergeet je dus gewoon dat nog even te checken voordat je gaat. Niet zo heel handig, maar goed. Goed dat die nog even zijn. Met een kind voorop fietsen, zo heerlijk. Zo lekker mijn neus in die haartjes. Ik heb vandaag, normaal doe ik altijd een knotje, maar ik dacht eventjes het haar ontspannen naar beneden. Maar ja, ze kan het niet losdragen, want dan zit het allemaal in de gezicht. Maar ze denken dat ik niet goed ben. Zo, mijn batterij was leeg, maar ik heb hem inmiddels weer opgeladen. Was heel gezellig bij meneer Peer. Dat hebben jullie volgens mij nog wel gezien. Ja, een heel klein beetje, want er staan natuurlijk heel veel kindjes daar. En ik vind het dan vervelend om kinderen te filmen, zeg maar. Ik film mijn eigen kinderen natuurlijk ook niet herkenbaar. Laat staan andermans kinderen. Dus dat bemoeilijkt het een beetje. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb daarna wel lekker geluncht. Eden heeft heel goed geslapen. Eén keertje. Maar wel heel goed. Dus heel fijn. En ja, dat schommelt steeds een beetje. 1 of 2 keer. Ik moet even mijn handen insmeren, want ik heb net koffiezetapparaat gefixt. Mama wilde graag koffie. En nou, dat lukte van de week al niet. En Sven die maakte tegenwoordig met zo'n ouderwets dingetje. Maar goed, dus ik zei, moet even kijken. Dus toen hebben we even zitten kijken. Maar nou, niet helemaal duidelijk. Maar uiteindelijk denk ik dat er een boon of zo dwars zat. Dus we hebben dat gefixt. Dus dat is fijn. De situatie met mittens en de vieze bedden is opgelost. Nu hangt alles, is in het droog geweest, mag ik nu nog even uit te wazen. Maar ga ik dat straks ook weer op het bed doen. Dus het is ook allemaal opgelost. Verder ben ik stuk voor de hypotheek aan deze. Hartstikke leuk altijd. Ben ik gek op. Maar goed, dat moet wel gebeuren. Dus dat... oh, hier is mijn jas. Dus dat was ik ook even aan het doen. En zo... komende dag wel door. Maar de vader van Niels, beste vriendinnetje, appte dat ze graag met hem wilde spelen. Zoals wel vaker natuurlijk. Zien jullie regelmatig. Maar ik dacht, mama is al even met ze naar buiten. Want zij zouden om 15:15 zijn. Maar ik moest even wachten tot het droger klaar was.
vind het nooit zo'n fijn idee om weg te gaan als de droger bijna klaar is. Dus ik ga nu. Nou, alsof er nooit iets gebeurd is, is het bed weer opgemaakt. En we waren net in de speeltuin en mijn moeder dacht leuk mee te doen en de glijbaan af te gaan. En toen viel ze hard op een stuitje. Dus die was even flink beroerd. Dat heb ik natuurlijk zelf ook een keer gehad, dus ik weet hoe naar het is. En ze zei wel dat ik toen wel echt net anders viel en ook wel een stuk harder. Maar ze was echt draaierig en misselijk daarna. En ze zat echt zo op een bankje. Dus ik dacht, nou, allemaal wel goed. En ondertussen viel Helen headfirst in het zand met overal snot en zand. En het was... maar goed, uiteindelijk heb ik toch maar even mijn vader gewoond. Dacht ik ook niet dat ze alleen naar huis ziet. Maar die is... En ik heb haar op de bank gedropt. Ze heeft even 10 minuutjes gezeten daar. Toen zei ze, het gaat wel. Even op de bank gedropt. Kinderen in bad gedaan. En toen kwam mijn vader. Maar toen ging het eigenlijk wel weer met haar. En toen heb mijn vader even met de kids bij het bad gezeten. En heb ik alle spullen klaargelegd en zo. Maar mijn vader is nu weer naar huis. Mijn moeder denkt dat het wel gaat. Dus oké. En nu Sven thuis. Dus die is aan het koken. Ik heb even alles opgeruimd. Mijn moeder is één en een hapje aan het geven. En dan stuur ik haar naar huis. Wat ik net al zeg, maar toen wilde ze nog niet. Dus goed, ik stuur haar zo naar huis. En dan zijn de kids in ieder geval al gebadderd en in pyjama en alles. Nou, normaal badder ik ze maar zeker per week wel. Maar... Dus dat scheelt weer. Nu hutspot eten. Lekker. Dan met pastinaak en zoete aardappel. Nam, nam, nam. Nieuwe kokos. Het parcours moeilijker gemaakt, maar jij kan het wel. Heel goed. Goed naar de lepel kijken. Ja, heel goed. Stap maar op de boot. Nou, dan gaan we zaklopen doen. Even kijken hoe dat gaat. Dus je benen er weer in. Andere kant. Nee, je rit kan niet uit. Dat is het mooie van een kinderslaapzak. Niels vindt het af en toe leuk om een parcoursje te doen. En we hebben net al met koprollen gedaan. En met zichzelf in een reprol en anders een slang. Maar nu zijn we aan het zaklopen begonnen. Toen dacht ik, wat kan ik als zak gebruiken? Ook een oude slaapzak van hem. Dat zijn we nu aan het doen. Heel goed. Juist. Nou, daar ga je. Springen maar. Hoppa, heel goed. Als een slang eronder door. Hoppa. Ga je achter voren? Oké, dat kan ook. En dan moet hij daar nog op eilanden springen. En Elin zag dit Niels doen en die vond het wel interessant met die lepel en die bal. Dus die doet dat nu ook. Goed zo! Oh. Oh. Goed zo, Niels. Nou, die twee van grootste lol samen. Ik ga even de winterkussens lopen eromheen doen. De roze om de nu zomerroze, zeg maar. Die zomerroze zijn echt een beetje... Ja, ze hebben twee kanten, maar echt een beetje zo'n linnen look. En deze winterse ook, zeg maar, ander stofje. Dus ik heb dan nu velvet fluweel achter eromheen. Dus dat ga ik nu doen. En zo ziet het er dan uit. Dus dit is een beetje een combinatie. Sorry voor het tegenlicht. Maar goed, in ieder geval, sorry voor het schaduwwerk. De schaduwwerking. Dus dit zijn nu de kussens. Dus een lichte velvet. Deze glanzende donker velvet en een roze velvet. Ik wil eigenlijk wel iets glanzends erbij hoor, want dit maakt het... Oeh, kijk uit voor die rand. Dit maakt het misschien wel heel suf. Ik vind deze twee heel leuk. En dan één van die en dan de ander denk ik... Ander denk ik nog een glanzend of iets erbij. Goedemorgen, het is alweer bijna middag. Ja, joggenbroek aan doen middens. Dat is geen idee. Wij hadden net sporten met de kids. En dit is nu mijn outfit. Maar ik ga even een joggingbroek aandoen. En dat was heel leuk.
Dus we hebben Eden meegenomen in de hoop dat zij wakker zou blijven. Zelfs er maar één keertje slapen. En dat is gelukt. Dus die... dat is gelukt. En nu zit zij even een broodje te eten. En dan gaan wij dat ook zo doen. Zie je billen? Nee. Ik dacht, ik zie mijn billen in de spiegel. Oh. We moeten zo even kijken. Want Sven denkt dat hij door zijn rug gegaan is. Dus even kijken. We hadden wel wat plannen voor vanmiddag. Maar even kijken of dat wel kan. Voor de hypotheek doornemen. Verder, want ik ben er maar niet verder mee gekomen gisteren. Omdat ik naar buiten ging met de kids. En mama. Dus dat ga ik zo nog eventjes doen. We hebben juist gevonden. Allemaal modder, hè? Ja, kom maar mee. Ja, even klappen. Ik zit lekker in mijn joggingbroek met een theetje op de bank. En Niels. En Niels ligt nu net op bed. En hij lag al even voetjes op bed, die was moe. Hij heeft ook maar één keer geslapen. En Sven is dus vanmorgen echt flink door zijn rug gegaan. En die zakt gewoon letterlijk steeds door zijn benen heen. Dus ik had bedacht dat we vanmiddag naar animatie Animation Festival gingen. Er was een filmpje van Charlotte Schaap en zo. Dus ik dacht, dat was wel leuk. Maar goed, dat ging dus niet met Sven. En toen wilde mijn vader wel even mee. Dus dat hebben we gedaan. Ja, je kan het natuurlijk ook met de kinderen doen, maar ja, het is gewoon één loopt alle kanten op. Dus het is gewoon, dan zou ik gewoon niet zijn gegaan. Dan zouden we gewoon eventjes gewoon in de buurt wat in de speeltuin hebben gespeeld of zo. Maar dit was wel heel leuk. Dus ik ben met papa en de kids geweest. En eerst waren we op zoek naar de Charlotte Schaap. Toen dacht ik, maar haar, het zit zo plat. Papa, wordt er niet. Eerst waren we dus naar de Charlotte Schaap op zoek. En die konden we niet vinden. Maar toen zijn we dus, was in het huis. Dat zit ergens in het huis. En toen belanden ze boven in een soort bioscoopzaaltje. Waar ze, wat achteraf bleek Chicken Run te zijn. Bleek ze daar te kijken. En dat was wel grappig. Dat was een beetje aan het einde van de film. Maar dat bleek dus een 9+ film te zijn. Maar goed, de hele film zit te applaudisseren. Maar, en het was niet... Nou, het was niet spannend, het was het einde, dus het was zeg maar het happy end deel. Maar er was volgens Niels een heks. Er was zeg maar de slechterik, die was er wel en die viel naar beneden. Dus daar stelde die net wel wat vragen over. Maar goed, Helen heeft het hele stuk zitten applaudisseren om de kippen. En dat was ook allemaal dus animatie van de makers, volgens mij ook van John het Schaap. Nou ja, en toen hebben we dus uiteindelijk nog John het Schaap gevonden. En de vrouw in de ingang had gezegd, oh, het is wel leuk als je ook nog even naar de Kinepolis gaat. Ze hebben zoveel leuke dingen voor kinderen, dus dat hebben we ook nog gedaan. Dus daar zag je een klein stukje ook van met, ik weet niet precies wat ik heb gefilmd, maar volgens mij heb ik gefilmd dat ze allebei zo'n headphones op hadden en muziek. En Niels heeft nog zo'n VR-bril op zijn hoofd gehad en je kon een soort van mini-programmeerdingetjes doen. En goed, ze vonden het allemaal heel interessant. Ja, Eden die vond vooral die muziek heel leuk en die had op een gegeven moment een bal gevonden en ze vindt ballen fantastisch. Maar die heeft ook nogal zitten kleuren op een tablet. En Niels die vond het allemaal prachtig. Dus het was heel leuk. Dus uiteindelijk was het nog een drukke middag. En daarna lekker naar huis. En dan heb ik nog gewoon rustig gespeeld. Heel sorry. En nu denk ik dat we gewoon even een filmpje gaan kijken. En dan hopen dat het morgen beter gaat met Sven. Want we hebben afgesproken dus met mijn nicht en de kids. En we zouden dus een indoor speelding gaan. Wat zeg je? Vond hij dat leuk? Je lijkt op een bejaarde opa. Ik zei toch zo dat hij een bad moest, maar dat wilde hij niet. Ik zou het eten. Oké, jongens, ik heb dacht een lekkere zak chips, maar ik heb kleine handen. Hè? Dit is mijn hand. Dus het wordt, ik denk dat ik vol zit zo meteen, maar goed. Ja, Eden heeft ook gespoken de hele nacht.
En we hebben nu met vrienden afgesproken, maar goed, dit gaat allemaal wel lekker. Dus het gaat helemaal top. Helemaal niet slapen. Ja, en nu komt zo mijn been houden. Het was een beetje chaotische ochtend, maar uiteindelijk was het heel gezellig. In de wall bij Play In of zoiets. Nou ja, gewoon zo'n indoor speelding. Hartstikke leuk. En de neefjes, veel plezier gehad samen. Ze zijn ongeveer even oud, dus die spelen altijd heel leuk samen. En de kleintjes. Die zijn ook ongeveer even oud. Alleen Elen loopt al, dus die hebben toch een iets andere activiteiten. Dus Elen wil natuurlijk overal klauteren. En ze waren allebei heel moe, want ze wilden allebei vanmorgen niet slapen. Dus, maar goed, ze hebben het allebei volgehouden. Dus het was uiteindelijk heel leuk, maar ik was vanmorgen heel erg klaar mee. We hadden dus vannacht heel weinig geslapen, omdat Elen nog lopen spook. Maar ik zie nu dat ze in haar 10e sprontje zit. Dus misschien dat dat het is, maar volgens mij ook gewoon tandjes en stondverkouden en blaftyfus, alles. Maar goed, dus vandaar dat ik ook minder florisant uitzie vandaag. Maar goed, zij ligt nu lekker te slapen. Het is inmiddels al 3 uur of zo. 3 uur, ja. Ik kan zo nog even naar de winkel. Hij wil eigenlijk nog even buiten spelen, dus dat kunnen we ook nog opnieuw. Het is lekker weer. Eigenlijk kan ik gewoon alleen maar zo met een kleedje op de bank liggen en slapen. En hij is nu even zelf aan het spelen. Ik ben net eventjes zo onder de blanket gaan zitten. Ik had het koud, maar ik heb het altijd als ik zeg slaap, heb ik het koud. Ik moet zeggen dat daar ook niet echt heel erg warm was. Niels was helemaal bezweet. Maar ja, goed, die waren ook bezig. En wij waren gewoon met die kleintjes. Niet zo gewoon doen. Nou, met Sven's rug gaat het gelukkig wel iets beter. Dus dat is fijn. En nu roestig. We eten vanavond pizza. Oh, even hier zitten. Ik heb net Expeditie zitten kijken. En dat was misschien een video. Dus dat heb ik geregeld. En nu ga ik de vlog afsluiten voor vandaag. We gaan zo lekker bed opmaken en mijn boekje lezen. Volgend weekend, wat hebben we volgend weekend? Ik heb geen idee. Ik weet wel dat Niels deze week voor het eerst gaat wennen op school. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, dus ik weet niet of hij dit weekend overexcited is of juist heel moe, maar we gaan het zien. Maar ja, end of an era. Bijna dan, hè. Hij gaat eerst wennen. Ik weet eigenlijk niet wat we hebben. We zien het wel. Ik neem jullie in ieder geval mee. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!